Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 18 augustus. Leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt en ik ga zometeen eventjes de woonkamer doen. Mijn wasje die hangt daar, die heb ik gisteravond opgehangen. Ik kan morgen zien hoe laat ze vrijdag voor de droger komen, dus dat is wel fijn. Ik ga zo even lekker de woonkamer doen, want die kan ik nu ook weer eventjes lekker goed doen. Even de tafel eraf, dan kan ik even goed het kleed helemaal afzuigen. Dat is wel lekker. Ik heb gisteren lekker televisie gekeken. Ik weet er alles van. De BNB vol liefde. Daarna eventjes de familie Koppens naar Zweden. Dat was wel heel leuk. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb de foto's bijna af. Nog niet helemaal. Dat was toch een beetje meer werk dan ik had gedacht. Maar goed, dan ga ik vanavond dan even mee verder. Dan kan ik het artikel schrijven. Oh, hij is fijn. Dan gaat nu net het tijgertje. Die spuugt even wat uit. Op het kleedje. Dus dat moet ik zo ook eventjes in de wasmand gooien. Want ik ga die was nog niet doen. Ik denk dat ik het eerst even opruimen. Dan kom ik bij jullie terug. Want anders gaat een van de twee het alweer opeten. Verder heb ik een Virgin River gekeken. En had ik koppers. Dus dat was allemaal eigenlijk wel fijn. Ik heb net even een pauze met Nathalie gebeld. Ik ga zometeen eventjes hier de boel doen. Want dat is wel even lekker. Maar ik zal jullie eventjes meenemen naar de douche. Want ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, er zijn een paar plekken die heeft hij niet gepakt. Maar wat hij wel heeft gepakt vind ik eigenlijk wel heel mooi geworden. Dus ik zal jullie even meenemen naar de douche toe. Ik weet eigenlijk niet eens hoe mijn mic is. Die zal wel boven zijn, vermoed ik. Kijk, ik zal even de deur dicht doen. Je ziet hier al in de hoeken zie je nog wat vlekken. Die heeft hij dus niet goed gepakt. Daar kom ik ook heel moeilijk bij. Maar voor de rest is het eigenlijk echt wel heel erg mooi geworden. Hier zie je nog wat vlekken die hij dus niet pakt. Maar voor de rest is het allemaal wel echt een stuk verbeterd als je het verschil ziet. Ik ga het nog wel schilderen, want dit probleem gaat hardnekkig worden. Maar het meeste is eruit. Ik ben wel echt heel erg blij met het resultaat. Ik zal je ook even laten zien wat ik daarvoor heb gebruikt. Mocht je ook last hebben van schimmel. Ik heb zelf deze HG schimmelreiniger gebruikt. Die heeft dus heel erg goed gewerkt. Het is wel zo dat je dit 30 minuten moet insprayen. Dan kan je het daarna nog een keer insprayen. Officieel zou je het volgens mij ook moeten afspoelen. Alleen ja, bij heel veel, bij de rest van de douche ging dat dus niet. Want daar kom ik niet bij. En dan is mijn hele douche blank. Dus dat werd niet echt iets. Maar voor de rest is het allemaal wel goed gelukt. Ik heb zelf geen ervaring met goedkope sprays. Ik weet dat Action ook een spray heeft. Misschien werkt dat ook prima. Maar ik heb daar geen ervaring mee. Dus ik weet het niet. Maar hoe ik het nu heb gebruikt, ben ik er gewoon heel erg blij mee. Ik ga nu in ieder geval even lekker mijn sopje maken. En dan ga ik hier even aan de gang. En ik ga jullie erbij zetten. En dan kan ik daarna nog even lekker bullet journalen. Dus dat is even het plan voor vandaag. Thank you.
Zo, inmiddels lekker alles klaar. Het was echt fijn om weer alles goed te kunnen doen. Het hele vloerkleed weer lekker stofgezogen. Dus hoe blij kan je worden van een nieuwe stofzuiger? Dus dat was heel fijn. Ik heb nog even lekker gebullet-journald. Dat was ook wel eventjes lekker om weer bezig te zijn. En verder was dat het ook eigenlijk wel. Het was gewoon, het is gewoon fijn om weer even bezig te zijn. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks even lekker douchen en eten. Vanavond natuurlijk weer de B&B Vol Liefde en ik weet er alles van. Ga ik daarna eventjes kijken naar hoeveel ben je waard. Dat heb ik even opgenomen, vind ik wel leuk. En dan kan ik daarna eventjes de foto's verder afmaken en de vlog inplannen. En dan heb ik die klusjes ook weer gedaan. Ga ik weer naar Virgin River kijken. En vanavond heb ik weer Hudson en Rex, want die komt weer op Fox. Dus dat is wel leuk. En dat is het eigenlijk ook wel. Niet heel veel bijzonders. Dus op zich wel gewoon lekker. En ik ben ook wel benieuwd hoe lang ze de laatste voor droog komen vrijdag. Maar dat kan ik dan morgen zien. Dus dan kan ik morgen weer met jullie delen. Ja, nu verder even niet zoveel meer. Even lekker relaxen. Dat is ook wel lekker. Dus ik ga jullie dan bij deze ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 19 augustus. Ik ben klaargemaakt en ik heb weliswaar een trui aan vandaag. Ik heb de trui aan van de Primark, team van Mickey en Mie, die elkaar een zoentje geven. Hij zit best wel een beetje ruim. Het is wel een S'je. Maar misschien vraag je je af, meid, het is zomer, waarom draag je een trui? Nou, ik heb het gewoon hartstikke koud. Ik begon gisteravond eigenlijk al dat ik het heel erg koud had. En toen lag ik in bed, toen had ik het super koud en toen zag ik het weer toen ik opstond. Toen dacht ik, nou, ik vind het gewoon truien weer. Dus ik dacht, ik doe gewoon een trui aan. Nu ik het vertel, heb ik gewoon weer een koude rilling. Dus ik dacht, ja, daar heb ik zin in. Dus dat heb ik gewoon gedaan. Ik heb gisteravond lekker mijn programmaatjes gekeken. Ik weet er alles van. De B&B Vol Liefde. Daarna, hoeveel ben je waard? En daar was ik een beetje... overrompeld door. Dat was, was een vrouwtje die was in verwachting. Ze zou volgende week uitgerekend zijn. Nou ja, dit zal veel eerder zijn opgenomen. Dus ik denk dat ze inmiddels het babytje er wel is. Maar zij woonde in een camper. Ze deed co-ouderschap, dus ze had geen partner. En zij wilde heel vrij leven. Maar ze wilde dus graag weten wat kost een kindje en alles. En nu heeft ze een tuinhuis had ze gekocht en daar wilde ze dan in gaan wonen. Dan ging die camper eruit. Ik dacht echt, hoe kan je hier een kindje in opvoeden? Ik vond het heel erg bizar. Ik denk dan toch, ja, als je een kindje gaat opvoeden, weet je, dan denk je gewoon aan een babykamer en aan een goed huis en zo. Maar ja, je ziet, zo kan het dus ook. Ik was een beetje verbaasd daarover. Ik heb mijn artikel afgemaakt, de vlog is ingepland. Die staat inmiddels al online. En ik heb... Virgin River gekeken, wordt ook steeds leuker. Ik vind het echt wel een hele mooie serie, dus ik ben wel blij dat ik deze begonnen ben. En daarna had ik Hudson en Rex en dat was ook echt een hele mooie uitzending. Daar was ik ook echt heel erg van onder de indruk, dus dat was allemaal super leuk. Mijn boek is uit, dus ik mag vanavond een nieuw boek gaan beginnen. Ik weet nog echt niet welke, maar goed, dat ga ik wel zien. Nu moet ik straks iets boodschappen doen om 4:15, dus ik heb nog eventjes. Dus ik denk dat ik zo, als ik heb gestofzuigd, eventjes de boekvideo ga opnemen. En dan kan ik daarna straks rustig mijn boodschapjes gaan doen. Ik heb net even gebeld met Whirlpool. Mijn droger is van Whirlpool en er komt morgen dus een monteur. Maar ik zou vanaf vandaag kunnen zien hoe laat die monteur zou kunnen komen. En hij geeft het niet weer op die link. Dus ik dacht, nou, ik ga ze wel eventjes bellen. Want ik vind het toch wel fijn om te weten hoe laat iemand komt. Want ja, misschien moet ik een wekker zetten. Want ik ben niet iemand die om 8:00 naast zijn bed staat en opstaat. Maar daar word ik nog over teruggebeld. Dus dat wacht ik eventjes af. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus ik ga het zien. Het is gewoon jammer dat je het nog niet kan zien. Maar een foutje kan natuurlijk. Dus dat is eventjes afwachten. Verder ook eigenlijk niet heel veel nieuws. Het was gewoon allemaal wel relaxed. Ik heb wel een beetje last van mijn keel, maar ik weet niet zo goed hoe dat komt. Misschien praat ik soms te veel. Krijg er een beetje last van, maar verder voel ik me topfit. Dus ach, weet je... Keelpijn, dat kan ook een beetje komen als je een beetje verkouden wordt of zo. Alleen tegenwoordig is het natuurlijk gewoon lastig als je een verkoudheidje voelt. Is er gelijk ook corona. Terwijl het niet altijd corona gerelateerd hoeft te zijn. Ik ben verder helemaal niet verkouden, maar ja, mijn keel doet gewoon een beetje zin. Goed, dat.
Ik ga het nu eventjes stofzuigen en de bakken scheppen. Dan ga ik eventjes die boekenvideo opnemen. Want dan heb ik dat al gedaan. Dan is dat gewoon in het voren gebeurd. Dat vind ik dan wel prettig. Want kan ik, dan hoef ik daar even niet meer mee bezig te zijn. Dan kan ik die gewoon editen en dan gaan inplannen voor wanneer ik hem online wil hebben. En dan is dat gebeurd. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen. Oké, video staat erop. Ik wacht nu op mijn coach. Die kan er ieder moment zijn. Slechte nieuws is alleen dat de monteur morgen niet komt. De afspraak is verplaatst naar 1 september, want de monteur is ziek. Dus daar baal ik onwijs van. Een beetje raar dat ik er nu ineens dat berichtje kreeg. Dus ik heb ze gelijk gebeld. Van, ja, hoe zit dat? Ik zeg, ja, kun je dan niet eerder komen? Ja, als er eerder een plekje vrij is, komt hij wel eerder. Ja, dan zit nog 2 weken zonder drogen. Dus daar baal ik wel enorm van. Maar goed, ik ga nu maar even naar het toilet. En dan zal mijn coach er zo zijn. Dan ga ik eerst boodschappen doen. Zie ik jullie als ik terug ben. Zo, terug met de boodschapjes. Dat was echt super druk. Ik heb er best wel lang over gedaan. Maar goed, ik ben weer thuis. Nou, het zal je niet verbazen. De bonen weer. Ik heb een pakje van kandelletjes. Ik heb oma's frietjes. Dan heb ik een zakje met aardappelschijfjes, gewone patatjes, rondjes. Ik had er nog maar een paar en die eet ik heel graag. Dan heb ik hier vocht- en toiletpapier, krokante brokjes voor de katten. Ik weet al nooit of ik nog ga staan. Dan haal ik het toch maar weer, want dan denk ik, ja weet je, je wil niet zonder komen te zitten. Remia frietsaus. En... ook bakken en braden van Remia. De andere zak even pakken. Hier nog kattengrit. Normaal haal ik mijn kattengrit bij de Welkoop. Daar was nu geen tijd voor. Dus ik heb nu even meegenomen bij de Aldi. Toiletpapier. Een grote schnitzel. Een XXL schnitzel. Dan heb ik hier kattenbroekjes, die heb ik bij de Aldi een keer meegepakt. Die vinden ze ook heel lekker. Keukenrol, gaat er ook al zo hard doorheen. Een zakje met chutjes. Slaapinkjes. Een pakje met hamburgertjes. We hadden nu de twee keer Hardy tot Dredge voor 2,50. Dus ik heb 2 zakjes meegenomen. Dan heb ik alweer voor 2 weken groen. En ik had ook nog eens de laatste zakjes. Ik heb een poetsdoekje meegenomen. Die is, daar kan je je bestek mee oppoetsen. Die hadden ze nu. Pak melk. Pak chocomel. Ik had 3 keer een fles cola meegenomen. Zo'n geurdingetje meegenomen. Die wil ik op het toilet gaan zetten. Even kijken of dat wel ruikt. Ik had er toen eentje gekocht. Hier ook helemaal niet. En spekjes. En bij de kruidvat heb ik nog 2 emmertjes gehaald. En dat zijn deze. Die hebben dan een heel leuk achterkantje. Ik heb M gedaan, want S hadden ze niet. Maar ik vond de achterkantjes wel leuk. Kijk, die heeft zo'n achterkantje. Dus die heb ik ook nog even gehaald. Dat was alles voor deze week. Ik ga het even opruimen. Dan ga ik zo even douchen. Dan ga ik straks eten. Ik ga nog even mijn moeder en met Natri bellen. Maar we doen dat even als Lent al bed ligt. Vanavond weer de BNB vol liefde. Ik weet er alles van. En ik heb nog op de gevoelige plaat opgenomen. Dat wil ik even kijken. Ik ga sowieso even lekker gamen. Ik ga mijn foto's bewerken. En dat is het ook wel. Ja, Virgin River ga ik kijken en daarna heb ik weer code 37, dus dat wordt verder de avond, niet heel bijzonder. Ik baal nog steeds echt van mijn droger. Kijk, ik snap dat het kan gebeuren hoor, dat een monteur ziek wordt. Maar ik baal er wel van, want 1 september duurt dan toch nog wel weer eventjes. Dus dat was wel eventjes een beetje jammer van deze dag. Maar goed, ik moet toch even naar boven nog een pak sap halen, want anders heb ik vanavond niks meer te drinken. Want ik drink altijd een beetje sap voor ik ga slapen. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik de boodschap opruimen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is alweer 20 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb er al even een was in zitten. Eventjes de handwas met de kleden. Altijd lekker even fris weer. En ik wil straks toch nog eventjes gaan kijken naar de droger. Ik heb een manier gevonden hoe die gereset kan worden. Wil ik dan toch nog eventjes naar gaan kijken. Want... het irriteert me gewoon dat ik nog best wel lang moet wachten en ik mis hem heel erg. Ik ben echt nog even gaan googlen. Ik werd er niet heel veel wijs uit, maar goed, ik wil het gewoon nog even proberen.
Dan ga ik straks lekker de slaapkamer doen. Dat vind ik wel heel erg lekker. Want nu heb ik natuurlijk weer een goede stofzuiger. Kan ik hem even lekker weer goed stofzuigen. Lekker al het stof weg. Ik word er altijd heel erg blij van. Gisteravond de BNB vol liefde gekeken. En ook weer lekker, ik weet er alles van. Ik vind het ook wel jammer dat het op vrijdag niet komt, de BNB vol liefde. Maar dat dus. En daarna heb ik eventjes op de gevoelige plaat gekeken. Heel interessant programma ook. Heel erg mooi om te zien. Ik heb mijn foto's bewerkt. Verder ja, gewoon een beetje aan het aanmodderen geweest. Een beetje op de laptop. Een beetje muziekje aan, weet je wel. Even lekker gegamed. Dus ja, dat was allemaal wel heel erg lekker. En ik ben een nieuw boek begonnen. Ook een superleuk boek. Dus nou, wat dat betreft was het een prima avond. Lekker Code 37 gekeken en Virgin River. Dus perfect. Ik heb lekker gegeten. Dus ik zeg, het was een goede avond. Ik heb een beetje last van mijn rug. Ik heb niet helemaal lekker gelegen. Ik merk altijd als ik mijn bed verschoon, dan klop ik mijn kussen helemaal op. Ik vind het heel erg lekker, een bol kussen. Daar ga ik heel goed op. Maar zolang je erop slaat, dan wordt hij weer heel plat. En dan probeer ik hem elke keer wel weer op te kloppen. Maar ja, hij gaat dan heel plat. En dan merk ik het op een gegeven moment dat ik een beetje last van mijn rug krijg en last van mijn nek. Maar dat is dan mooi even een reden om morgen die massageroller uit te proberen. Om te kijken of dat wat doet. Dat kan ik morgen wel eens eventjes gaan doen. Ik hoop eigenlijk dat deze was niet heel lang duurt. Want dan zou ik nog eventjes nog een andere was erin kunnen stoppen. Moet ik alleen wel even kijken of de zwarte was droog is. Maar goed, ik ga nu eerst eventjes lekker hier stofzuigen en de kattenbak scheppen en zo. En dan kan ik daarna mooi de slaapkamer doen. Dan ga ik jullie dan weer bijzetten. Zo, inmiddels ben ik klaar. Lekker weer alles schoon. Schoon bed, heerlijk. Ik kan morgen uitslapen. Ik had alleen mijn vinger open gehad. Ik weet niet precies waaraan, maar ik zag ineens dat het bloedde. Ik denk nou lekker even een pleister omheen doen. Want ik ben met wit beddengoed bezig. En het zou zo zonde zijn als dat al gelijk bloed in je schone beddengoed komt natuurlijk.
Dus dat heb ik eventjes wel gedaan. Ik heb volgens mij de droger gemaakt. Maar ik wil niet te hoopvol zijn. Ik heb een reset uitgevoerd. Ik heb nogmaals dat rooster aan de onderkant, of dat bakje eronder aan de onderkant uitgehaald. Ik heb het droog gemaakt, weer helemaal goed uitgezogen. Daarna er weer ingedaan en ik deed net de handwas erin. Die hoeft maar 30 minuutjes. En die is weliswaar goed gegaan zonder foutcode. Dus een beetje op hoop van zegen. Ik weet natuurlijk niet of hij dit doorpakt. Zou heel mooi zijn. Ik heb er nu nog een was in zitten, dus daar ga ik het straks ook nog even mee proberen. Om te kijken of hij het dan volhoudt. Dus even afwachten. Dus dat horen jullie morgen dan of dat de foutcode alsnog weer is gekomen. Maar ik was wel blij dat hij het nou toch al wel weer wat deed. Want ja, ik heb wel een beetje het idee waar het probleem zit. Alleen, ik weet gewoon dat ik het zelf niet kan verhelpen. Maar misschien heb ik het nu wel verholpen. Dus dat is even afwachten. Ik ga zo even lekker relaxen. Even de laatste dingetjes opruimen voor het schoonmaken. Want ik ben letterlijk net klaar. Ik heb hun eten gegeven en toen ben ik even gaan zitten. Vanavond, ik weet er alles van. Ik denk dat ik even Flikker Rotterdam ga terugkijken. Je hebt ook, ik kan alles vips. Volgens mij zeg ik het niet helemaal goed. Ik zal eens even kijken of ik het op kan zoeken. Dat zou wel makkelijk zijn. Kijk hoor. Het is een programma op SBS6, dat weet ik. Ik heb het nu een beetje warm van poetsen natuurlijk. Je hebt sowieso car wash. Dat lijkt me niet zo heel erg interessant. Wat ik ervan heb gelezen en gezien. Dat sla ik wel even over. De alleskunner Vips. Dus dat wil ik misschien wel even gaan kijken. En verder moet ik nog een artikel schrijven en de video in elkaar zetten. En heb ik sowieso vanavond weer Virgin River en Code 37. Dus dat wordt verder de avond. Niet bijzonder. Nog even lekker gamen. Dus lekker basic. Ik ga het nu die was zo even in het droge doen. En dan horen jullie morgen even hoe dat is afgelopen. En dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan straks lekker douchen, koken en nu even relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is alweer 21 augustus. Ik ben elke keer weer verbaasd hoe hard die dagen gaan. Ik heb een hele vieze bril op. Die heb ik niet goed gepoetst. Want ja, ik heb echt het idee dat de maanden en de dagen een beetje voorbij vliegen. Maar goed, ja, 21 augustus alweer. Ik ben dus klaargemaakt. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga even bullet journalen. Ik moet even een was opvouwen, die kan dan de kast in. En ik wil eigenlijk even mijn rug met die massageroller doen, die ik heb gekocht laatst bij de Action, want ik heb echt heel erg last van mijn rug. En die kan ik mooi even tegen een deur uitproberen. Dus ik ben wel benieuwd of dat een beetje helpt. En of het überhaupt werkt. Dus dat wil ik sowieso eventjes gaan doen. Ja, ik wilde eigenlijk boven nog wat gaan doen. Misschien dat ik er nog aan toe kom. Maar ik moet even kijken. Want ik wil ook gewoon even lekker bullet journalen. En eigenlijk ook een beetje een rustig dagje ervan maken. Omdat ik gisteren natuurlijk druk was met poetsen. Maar ik ben me gisteren helemaal kapot geschrokken. Ik was aan het koken. En ik loop op een gegeven moment de kamer in. En ik zie daar echt... recht op deze muur, zeg maar. Die muur. Daar bij die lamp. Zie ik ineens een dikke, vieze, zwarte spin zitten. Nou, ik schrok me helemaal gek. En dan ben ik heel gemeen. Ik zuig ze op. Ik kan het niet verdragen om ze aan te pakken. Want ik krijg echt zweten, ga ik ervan. Ik raak helemaal in paniek als ik zo'n spin zie. Omdat ik er dus zo bang voor ben. Dus Nathalie en mijn moeder vonden het wel zielig dat ik hem had opgezogen. En dat snap ik wel. Maar ik durf hem echt niet op te pakken. Mijn moeder zegt, ja, ik laat hem op mijn plumeau lopen. Ik zeg, dat durf ik ook niet. Nee, dat moet gewoon uit mijn huis. En als ik eraan terugdenk, ik krijg er nog de kriebels van. Dat was zo eng. Verder heb ik gisteravond, ik weet er alles van, gekeken. En daarna even Flikker Rotterdam. Want wat ik wel heb vernomen is dat 3 september een nieuw seizoen begint van Flikker Rotterdam. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dus dat is nog 2 weekjes. En daarna had ik de Alleskunner Vips gekeken. Dat vond ik eigenlijk best wel leuk. Ik heb zelf de Alleskunner nooit echt gekeken omdat het me niet echt kon interesseren. Maar ik vond het met Vips dan wel weer leuk. Want ik kende Nederlanders. Ik heb me alleen heel erg zitten ergeren aan Christina Curry. Want die begon op een gegeven moment heel erg te vloeken. En echt woorden te gebruiken waarvan ik dacht... dat moet je niet doen.
Dus ik was blij dat zij eruit lag, maar heel onsportief. Ik vond het echt verschrikkelijk. Dus dat was wel eventjes minder. En er zitten er ook wel een paar bij waarvan ik denk van, oh, ga eruit, ik vind jou vervelend. Maar goed, die zitten er dus nog in. Maar dat was verder wel heel erg leuk. Ik heb de video bijgewerkt. Ik heb een online gezet. En ik heb mijn artikel geschreven. Toen heb ik Virgin River gekeken. En daarna Code 37. Dus verder een heel, hele goede avond. Lekker mijn boek weer gelezen. Dus dat was allemaal verder wel positief. Ik ga nu eerst even stofzuigen. En dan ga ik eerst even die massagerollen halen. En dan kunnen we samen eens even kijken hoe dat werkt. En of dat dus iets doet. Want ik ben zelf wel heel erg benieuwd. Het zou heel fijn zijn. Want de pijn is niet fantastisch. Maar eerst maar eventjes goed stofzuigen en de bakken scheppen. Ik zou nog even terugkomen bij jullie over de droger. Ik heb gisteren dus een tweede was erin gedaan. En die is ook goed gegaan. Zonder foutmelding te geven. Hij droogde de was. Dus daar ben ik super blij mee. Ik hou nog een beetje een slag om de arm. Ik durf niet gelijk van de toren te blazen van, oh, ik heb hem gerepareerd. Want ik ga van de week ook weer even wassen en dan kijken of hij het ook weer blijft doen. Maar het zou natuurlijk super mooi zijn, want dan heb ik het toch zelf opgelost zonder te moeten wachten op een monteur die 1 september pas kon komen. Dus ik hou mijn vingers een beetje gekruist. Maar op hoop van zegen dat ik hem dus heb gemaakt, want eigenlijk heeft hij nu 2 wassen perfect gedraaid. Dus ik hoop dat dit goed blijft gaan. Oké, hier is de massageroller. Hij stinkt wel een beetje, maar als het goed is kan ik dus deze tegen de deur aanhouden. En dan kan ik mezelf er langs heen rollen. Dus laten we gewoon eens even kijken of het werkt. Nou, het werkt wel. Oké, tegen de deur is het niet fantastisch. Even kijken of de grond beter gaat. Oké. Oh, je voelt wel echt je botten. Kijken of mijn nek het ook wil. Het wordt wel een beetje lastig hoor. Nee, dat werkt niet op de grond. Je rug wel. Hoe ga ik het nou bij mijn schouders doen? Goeie vraag. Er zit heel wat in nog. Kijk hoor. Oké, ik ga het toch even anders proberen. Voor je rug ligt, werkt liggend op zich wel. Alleen voor je schouders niet. Dus ik denk gewoon dat ik voor mijn schouders toch met het kleine handmassage dingetje moet rollen. Want ik krijg hem bij mijn schouders gewoon niet echt makkelijk geklemd. Maar voor mijn rug was het wel even heel lekker, die onderrug. Want die doet zo zeer. Dus als ik dit gewoon eigenlijk elke dag naar het sporten even doe, is het misschien zo wel eruit. Ik heb het nu natuurlijk niet heel erg lang gedaan, maar misschien dat ik het straks nog even doe. Maar het was ook even een manier zoeken van hoe werkt dit. Voor mijn rug wel, schouders niet. Daar ben ik wel een beetje van overtuigd. En liggend werkt beter als tegen de deur aan. Tegen de deur aan vind ik het gewoon niet zo handig. Dus dan heb ik die conclusie in ieder geval ook weer getrokken. Thank you.
Nou, ik heb alles klaar, maar er is maar net weer wat overkomen. En dit soort dingen gebeuren altijd als je de camera er niet bij hebt staan. Ik ging de kleding in de kast leggen. En ik ben dat gewoon aan het doen. En in één keer, het is een kast die is zelf gemaakt. Dat heb ik niet gedaan. Die kast die stond er ook al toen ik hier kwam wonen. En dat was wel ideaal, want ik had zelf geen kledingkast. Valt die deur, die valt eruit. Echt zo letterlijk zo op mijn schoenenrek. Schoenenrek ook weer helemaal uit zijn nux. Die moet ik ook weer helemaal opnieuw opbouwen. Ik dacht, oké. Wat de reden is, weet ik niet. Ik heb niet hard gedaan of zo. Maar hij viel gewoon in één keer om. Ik was al blij dat ik er niet onder stond. Want dat lijkt niet echt prettig, een kast op je hoofd. Of sowieso op je lichaam. Dus ga ik morgen eventjes naar kijken. Kijk, het is niet zo heel erg, want niemand ziet het. Alleen Mickey en ik komen boven. Maar ja, ik vind het dan ook niet zo fijn als Mickey boven zit. Want als ze daar iets tegenaan, want er is haar omgevallen. Ik moet er niet aan denken dat ze er boven of dat ze eronder staat. Dus ja, ik ga het morgen wel even nakijken. In de hoop dat hij dan. Ja, dat ik hem terug in zijn voeg krijg. Ik heb hem nou gewoon even voorgezet. Dat blijft zo wel even staan. Maar het was wel even schrikken zo en ik zo. Kastdeur eruit. Ik heb wel even lekker gebulletjournald. Even wat doodles getekend. Even de bullet journal van de blog en YouTube bijgewerkt. Dus dat was verder ook wel fijn. En nu ga ik zo nog even lekker relaxen. De katjes hebben net hun eten lekker gehad. Dan ga ik straks lekker douchen. Vanavond kan ik nog even Hudson en Rex terugkijken. Misschien dat ik nog wel even een film aan slinger op Videoland. Want er is eigenlijk niks op televisie wat ik leuk vind. Het begint volgende week pas weer. Dus zou ik nog even een mooi filmpje kunnen kijken. Maar ik weet nog niet wat. Verder wil ik even de vlog gaan klaarmaken tot en met vandaag. En kijk ik nog wel even wat ik verder nog voor werkzaamheden kan doen. Eventueel voor de blog of eventueel YouTube. En ga ik sowieso verder met Virgin River en Code 37. Dus dat wordt het ook verder niet heel erg interessant. Misschien dat ik het je morgen wel even laat zien hoe die kast er nu bij staat. Maar ja, ik had nu de camera niet bij de hand. En ik had geen zin om extra te lopen. Want dat kost best wel veel energie. Continu die trap op en af. Dus ik vond het wel even goed. Maar het zag er zo raar uit. Echt zo. Ja, ik weet niet. Het was gewoon heel erg raar. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want ik ga niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 22 augustus. Ik zit even lekker op de bank. Ik heb een beetje hoofdpijn. Het feit wil dat een van de mensen die hier wonen, die hadden gisteren echt onwijze ruzie. Ging echt heel erg hard aan toe en ik kan het letterlijk allemaal horen. Op een gegeven moment is het wel weer rustig geweest, het heeft best wel lang geduurd. Maar die waren vanochtend heel vroeg, hadden ze weer een beetje gerommel en ik werd daar wakker van. En ik werd nogal abrupt wakker. Daarvan. Toen ben ik later wel weer door gaan slapen, maar daar komt dus nu een beetje de hoofdpijn vandaan. Dus ja, dat was even minder prettig. Dus ik ga straks maar even een aspirintje nemen. Verder heb ik gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb allereerst even Hudson en Rex gekeken, de tweede aflevering. Op woensdag komen er twee afleveringen en daar heb ik er dan gisteren nog eentje van gezien. En ik heb nog een film gekeken op Netflix. Maar dan moet ik eigenlijk even opzoeken hoe die heet. Want ik weet het niet uit mijn hoofd. Het was wel een hele leuke film. Ga even kijken of ik het kan vinden. Waar heb ik de app nou weer gelaten? Netflix. Oh, hier. Ja, sommige titels blijven me niet zo goed bij. Even kijken hoor, bij films. Die film heet Wat is dan liefde? Was wel een hele leuke film, ook wel humor erin. Ik heb af en toe ook wel kunnen lachen, dus dat is altijd wel erg leuk. En ik heb de vlog zover klaargemaakt tot gisteren. Ik heb Virgin River gekeken. Ik heb vanavond de laatste aflevering van seizoen 1. En daarna Code 37. Dat was ook wel een mooie aflevering. Het regent nu buiten lekker, dus dat is wel heel gezellig. Ik vind het zo lekker, dan hoor je die regen zo. En ja, echt zo'n dagje dat ik niet zoveel hoef te doen.
Het enige wat ik wil doen is sowieso de groentes afhalen. Oh ja, ik had morgen hamburgers, klopt. Ik wil even naar de kast kijken boven. Die zal ik jullie even nog laten zien. En verder ga ik alleen even foto's maken en zo even stofzuigen. Dus dat is het ook wel. Dus niet heel veel bijzonders op de planning, maar wel lekker. En even een sprintje erin gooien zometeen. Dus dat is alles wat ik vandaag ga doen. Dus niet heel veel bijzonders. Ik heb verder ook niet zo heel veel te melden. Er is weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Dus ja, ik ga gewoon maar even wat doen. Als eerder ben ik klaar. Dus ja, ik ga dat gewoon maar eventjes doen. Boven aangekomen bij de ellende wat dus deze kast is. Kijk, deze is er dus uitgegaan. Deze. Dus hier ga ik even kijken of ik het op kan krijgen. En deze is ook naar beneden komen, zei je. Dus even kijken of ik het terug kan zetten. Dat zou mooi zijn. Ik zie al dat er iets ontbreekt. Dus ik ga even kijken of ik dit kan repareren. Oké, conclusie. Schoenenrek staat weer. De kast, die krijg ik niet gemaakt, want er ontbreekt zo'n dingetje. Dus die kan er niet terug in en ik zie hem ook niet. Dus ja, die moet ik even weg gaan zetten, want die kan ik niet gebruiken. Je weet dat een of degene nog een keer een oplossing heeft, maar van die weet ik het even niet. Dus ik moet het hier gewoon eventjes bij laten. Dus maar even een open kast. Maar in ieder geval is dit weer weg. Dat is ook wel weer fijn. Nou, ik heb even fotospullen gepakt. Mijn muis zit er nu inmiddels even voor. Ik heb 3 liquid lipsticks van Max & More. Daar wil ik ook een videootje van maken. Ik ga ze ook eventjes fotograferen. Ik heb hier allereerst de kleur blush. Dat is 356. De kleur shy. Dat is 352. En de kleur in love. En dat is 364. Dus die ga ik even fotograferen. Ik heb hier nog een lash and brow defining clear gel mascara van MUA. Ik heb dit apparaatje, dat is een gezichtsmistvernevelaar. Die ga ik even fotograferen. En ik had vorige week al nagellak gefotografeerd. Die ga ik dan volgende week ook reviewen. Maar die konden dan al mooi vast op de foto's, omdat ik die wilde gaan gebruiken. Dus hier ga ik nu mooi even foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Zo, inmiddels alles lekker weer opgeruimd. Ik heb al geïmporteerd de foto's, dus dat was mooi. Ik heb mijn mail even weggewerkt, want dat is ook altijd best wel veel. Dus dat is mooi allemaal weg nu. De lampen die koelen nog even af, maar het ging nu heel vlot. Omdat ik vorige week natuurlijk al wat had gedaan voor de producten. Dus dan ben je niet zo heel lang bezig, maar dan kon ik mooi nog even wat andere dingen doen. Ja, de kast, het is een beetje jammer dat het niet is gelukt, maar ja, het is even niet anders. Ik weet ook gewoon nu even geen oplossing en ik ga er nog wel even over nadenken. Misschien komt de een of degene uit de familie nog met een oplossing die zegt van joh, je kan het zo of zo doen, maar voor nu weet ik het eventjes niet. Dus ik vind het voor nu wel even prima. Hij staat nu gewoon er tegenaan en zolang die maar blijft staan is het goed. Ik ben wel blij dat de schoenen weer op zijn plek staan. Maar het was eigenlijk verder wel gewoon redelijk relaxed. Ze hebben een feestje hoor ik. Ik ga straks eventjes lekker. Ik ga zo eerst even lekker relaxen. Dan ga ik straks even lekker douchen en eten. Vanavond heb je Alberto Stegeman. Eerst undercover in Nederland. En daarna heb je. Stegeman op de Bres. Ik moest even nadenken. Dus dat ga ik lekker kijken. Verder moet ik foto's bewerken. En ik wil eigenlijk nog kijken of ik een artikel klaar krijg. Dus daar moet ik eventjes naar kijken. En verder wordt het gewoon weer Jane the Virgin. En ga ik verder met Jane the Virgin. Hoe kom ik nou weer bij Jane the Virgin? Och, ik ben er lekker bij met mijn hoofd. Merken jullie het? Virgin River natuurlijk. Het wordt Virgin River. Laatste aflevering van seizoen 10. Seizoen 1. Oh, ik weet niet wat ik heb. Laatste aflevering van seizoen 1. En daarna eventjes koppers. Dus dat wordt het verder ook. Dus verder niet heel spectaculair. Ik denk nog even gamen. En dat is ook wel eventjes lekker relaxte avond. Ajax heeft vanmiddag gespeeld. Die hebben 1-1 gespeeld. Dus dat is een beetje jammer. Daar baalde ik een beetje van. Maar goed, dat doe je niks aan. Het was ook wel, het is ook niet altijd even makkelijk. Maar ja, het is jammer. Volgende week hopelijk beter. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze maandag. Ik weet niet eens welke datum het is. Ik ga het even nakijken hoor.
De datum is vandaag 23 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen. Je ziet het op mijn hand nog een beetje, want ik heb nog wat afdrukken. Want ik heb een lipstick video opgenomen. Die staat er mooi op. Ik ga zo even stofzuigen. Dan ga ik bullet journalen en dan ga ik jullie even bijzetten. Gisteravond heb ik heerlijk televisie gekeken. Stegeman op de Bres, Undercover in Nederland. Was gewoon echt zo'n lekker Stegemanavondje. Ik heb er wel van genoten. Verder heb ik gewoon mijn foto's bewerkt, dus dat was top. Misschien dat er nog een nieuwe gemaakt moet worden, moet ik eventjes naar kijken. En ik heb Virgin River gekeken en ik had weer koppers. Dus eigenlijk was het een hele gezellige, goede avond, waar ik wel heel erg van genoten heb. Dus dat was top. Ik ga nu gewoon even stofzuigen, want verder is er ook heel weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Er wordt hier weer ruzie gemaakt in het pand waar ik getuige van ben. Dus ik hoop ook dat het niet op de video is te horen. Maar goed, dat ga ik zien met editen. Ik ga dat nu eventjes doen en dan zet ik jullie zometeen bij het bullet journalen. Dus dat is even voor nu de planning. Ik heb trouwens ook mijn nagels nog gedaan gisteren en dat is deze kleur. Ik vind hem zelf wel heel erg leuk. Hij had alleen heel erg lang nodig om op te bouwen. En dat is dit kleurtje van Sally Hansen, de Insta Dry Prismatic. En dit is dan de kleur 030 Glow Getter. Dus ik vind hem wel heel erg leuk. Ik vind het wel een leuk kleurtje. Past wel mooi zo. Ik hou er wel van. En nu eerst even gaan stofzuigen. Zo, katjes hebben lekker hun eten op. Ik zie er nog steeds uit als een clowntje, maar jullie gaan dat wel zien in de video. Alleen die video komt zaterdag online en jullie zien eerder de vlog. Dus vandaar dat ik toch even moet toelichten waarom het er zo raar uitziet rondom mijn mond. Lekker even gebullet journaled. Het was al eventjes lekker. Eventjes een paar doodles getekend. Ik heb er niet heel erg lang aan gezeten vandaag. Maar deze week kan ik meer bullet journalen, want ik heb nu de week van de niet zulke grote schoonmaak. Dus dat is wel fijn. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik was eigenlijk wel heel erg, ergens ook wel een beetje trots. Ik had namelijk een... toucan getekend. Kijk. Het is niet misschien de beste toucan, maar ik vind het op zich wel een goede toucan. Hij lijkt wel. Ik vind hem wel leuk. En dat vond ik op zich wel grappig. Ik heb trouwens nog steeds dat plekje. Die had ik van de week natuurlijk afgeplakt. Vrijdag toen ik mijn bed aan het verschonen was. Die was gaan bloeden. Maar hij is nog steeds wel heel... Er zit nu wel een korstje op hoor. Dus ik moet er van afblijven. Maar hij is nog steeds wel heel fragiel. Dus elke keer als ik er langs heen kom denk ik... Oh ja, auw, dat doet wel zeer. En het is ook zo zonnig buiten ineens. Want ik had... Ik had gewoon een jurkje aangetrokken. Ik kwam het jurkje ineens weer in mijn kast tegen. Ik denk, oh, hey, die had ik ook nog. Wel leuk. Je ziet het nu niet echt, maar... Ik ga even kijken of ik het voor jullie kan laten zien. Waarschijnlijk niet. Hoe ga ik dit doen? Even kijken hoor, of ik de achterkant kan laten zien. Nee.
haren aan de kant. Kijk, hij heeft een... Oh, dit is heel moeilijk te filmen, denk ik. Hij heeft een... Ja, hij heeft zeg maar een gewerkt dingetje op de rug. Maar ik weet niet of het goed zichtbaar was voor jullie. Het viel niet erg mee. Ik zal het even nakijken en anders zal ik al even een plaatje in beeld neerzetten. Maar ik vond het wel leuk zo, dat werkje aan de achterkant. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en koken en zorgen dat mijn hand weer schoon wordt. Ik heb vandaag rosti rondjes met haricot verts en hamburgers. Dan ga ik lekker, ik weet er alles van, kijken. Het is de laatste week, want volgende week begint Goede Tijd alweer. Hoe snel gaat de tijd? Laatste week van de B&B Vol Liefde ga ik ook lekker naar kijken. Ga ik even kijken of ik nog een foto opnieuw moet doen. En anders dan, als dat niet hoeft, kan ik gewoon het artikel schrijven. Ja, nog even kijken. Misschien nog even wat met mijn muziek bezig, want ik ben weer wat nieuwe liedjes aan het klaarmaken voor mijn iPod. Ik heb sowieso Virgin River in Koppers vanavond. Dus op zich wel een gezellig, lekker avondje. En sowieso nog even gamen. Ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ja, het is wel... Ik heb gewoon niet zoveel te melden vandaag. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 24 augustus. Ik ben klaargemaakt en ik ben vandaag geen clown. Want yes, dat scheelt ook wel weer. Ik was natuurlijk gisteren heel erg een clown, maar dat kwam door de video die ik had opgenomen. Maar nu ben ik clownloos. Ik heb gisteravond heerlijk televisie gekeken. Mickey komt er ook even bij, heel gezellig. Ik ging, ik weet er alles van, kijken en ik was echt heel erg verbaasd. Want ik zag ineens dat het een junior versie was. Het was dus met kinderen. Kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Hartstikke leuk. Ruben doet dat ook gewoon super leuk. Ook met kinderen. Ik vind het sowieso gewoon een hele leuke presentator. En het is ook wel leuk om naar te kijken en zo. En ik merkte de laatste tijd op social media dat heel veel mensen losgingen op hem. Van ja, en ik walg van hem. Ik vind het zo'n walgelijk mannetje. En dan denk ik van ja, maar weet je, je hoeft er niet naar te kijken. Er zit een knop op je televisie, je kunt gewoon gaan zappen. Maar dan, dat mensen dan toch de azijnzeiker willen uithangen en toch dan even willen afgeven op zo'n iemand. Dan denk ik van ja, maar waarom doe je dat dan in het openbaar? Wat is daar waar is dat goed voor? Dat snap ik dan niet zo goed. Ik ben wel gelijk op twee kinderen een beetje uitgekeken. Want er deed het meisje dat spotspelen was echt een heel lief meisje. Verloor helaas alles en die kinderen zaten echt zo te lachen van haha, je hebt niks meer. Echt niet leuk. Spelen voor 10 euro per vraag. Dus ook, het is gewoon een leuk bedrag, weet je wel. Niet zulke hoge bedragen. Het is gewoon een leuk zakcentje voor de kinderen. Maar nee, dat vond ik niet zo leuk. Daarna de B&B Vol Liefde. Laatste week vind ik het ook wel jammer. Maar goed, ik heb er wel heel erg van genoten. Ook daar moet ik zeggen hoor, heb ik best wel irritaties naar bepaalde mensen toe. En dat zit ik dan naar mijn moeder te appen. Ik zeg, oh, wat een vreselijk persoon. En dan mijn moeder kijkt ook. Ik denk zelf niet dat er liefde uitkomt, als ik heel eerlijk ben. Maar dat heeft te maken met het feit dat ik toch denk dat je elkaar gewoon niet echt goed kan leren kennen. Omdat je en met meerdere mannen bent of vrouwen bent. En ja, voor mijn gevoel werkt dat gewoon niet heel erg goed. Maar nee, we gaan het zien donderdag. Nou, verder heb ik mijn foto's bewerkt. Heb ik Virgin River gekeken, seizoen 2 begonnen. Heel leuk. En daarna... Koppers, dus dat was ook wel weer heel erg leuk. En ik kreeg van het weekend nog zulke schattige foto's van Lente. Nathalie en Frank die hadden een stoeltje gekocht bij de Kringloop. Een heel zacht stoeltje. Nathalie appte van roze of oranje voor Lente. En ik zei natuurlijk direct, ja, roze. Nou, ze hebben het uiteindelijk toch voor oranje gekozen. Het was alleen een beetje jammer. Nathalie had het hoesje gewassen, want je kunt dat hoesje van het stoeltje afhalen. Het stoeltje zelf is van een soort schuim, zeg maar. Wij hebben er vroeger thuis ook eentje gehad en wij hadden dan een Jippie Janneke. Maar goed, het hoesje was dus al gescheurd, dus ze konden hem helaas niet meer maken. Dus dat was wel een beetje jammer, maar ik snap ook wel dat ze hem even wilden wassen. Want ja, je weet ook niet hoe lang het bij een kringloop heeft gestaan. Je weet natuurlijk niet wie er daarvoor op heeft gezeten. Ik zou dat zelf ook wel doen, maar ik doe het ook met nieuwe kleding hoor. Dat was ik ook altijd even voor ik het ga dragen. Dus dat was wel een beetje jammer, maar goed, het is niet anders. En toen zat eerst Lente zat er al zo op met Frank ernaast en Peppa Pig. Nathalie heeft zo'n grote Peppa Pig knuffel gekocht bij de Action. Die bijna even groot is als Lente ongeveer. Als Lente zit is ze even groot als Peppa. En zat ze heel lekker op dat stoeltje en later kregen we nog een foto.
Zat ze onder een kleedje op dat stoeltje, een bakje meisvingers op de schootje, één meisvinger in de mondje en ze zat gewoon tv te kijken. Ze kon nog lang niet met haar beetjes bij de grond hoor, want zo klein is ze nog, maar het was zo schattig. Dus dat was heel erg leuk. Nu ga ik zo de kattenbakken doen, want die stinken, hè? Ja, dat gaan we doen, hè? Ja, dat gaan we even doen. Oh, even genieten, hè, als ik jou ei. Daarna, ik ga ook even een wasje aanzetten en dan ga ik de douche doen en de gang. Dus dat is de planning. Ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Maar ik ga eerst maar eventjes de was bij elkaar rapen, want dan is dat klaar. Dus daar ga ik nu mee beginnen. Dus ja, tijd om wat te gaan doen, zou ik zeggen. Ik heb hier een nieuw dingetje voor het toilet, want er moet een nieuw blokje in mijn toilet. Dat is deze. Hij is van Una. Die komt van de Aldi met lavendel. En dat is volgens mij op een hele aparte manier. Je moet eerst je toiletpot goed reinigen. Die heb ik dus nu net schoongemaakt. Je neemt de dop eraf. Dan druk je op het startklepje naar beneden. Plaats de houder met 3 pootjes strak tegen het toiletpot aan. Duw 1 dosering gel uit de houder. Voor een volgende dosering druk klepje 2 naar beneden en herhaal aanbrengen naar dosering dop sluiten. Je kunt er 7 doseringen mee doen. Dus het leek me leuk om dit even samen te testen of dat het ook echt werkt. Dus ik ga hem even openmaken en gaan we eens even kijken of dat wat lukt. Oké, ik heb hem nu losgemaakt. Tijd om de dingen in te drukken. De pootjes moeten recht op het toiletpot staan. Dan moet je kunnen duwen. Ik zie geen startklepje alleen. Dus even kijken. Misschien moet ik meer kracht zetten. Ik moet toch het startklepje open. Maar ik zie geen startklepje. Dat is het rare. Hier zat het startklepje. Die heb ik nu ingedrukt. Dus nu even kijken of die gaat duwen. Zet hem in de pot. Nou. Daar heb je wel heel veel kracht voor nodig, zo te zien. Wacht even. Oké. Het gaat niet helemaal zoals ik het wil. Ik ga even kijken of ik jullie neer kan zetten. Oké, ik moest dus letterlijk met 1 hand of 2 handen duwen. Maar ik heb nu een soort bloemetje in de wc. Dus ik ben wel benieuwd of dat dit wat gaat doen. Misschien is het toch een blok beter. Maar we gaan wel zien hoe lang het houdt. Ik vind het er wel leuk uitzien. Ik hoop ook dat het net zo lekker werkt als de toiletblokken. Zo, inmiddels ben ik ook klaar met alles. Douche is schoon, de katten hebben een schone bak. De gang is weer schoon, dus ja, wat dat betreft wel heel lekker. Ik had alleen een... Er was wat chloor in mijn rokje gekomen, daar baalde ik een beetje van. Dus ik heb hem nu ingesmeerd met wasmiddel en met van die pareltjes, zeg maar, die kleding normaal ook vlekken verwijdert. Ik weet niet of het helpt hoor, maar ik las op internet ook al tips dat je bij de drogist ook iets kon kopen, waardoor het er ook uit zou kunnen gaan. Dus als dit niet werkt, ga ik morgen even kijken bij de drogist. Dat zou dus ook kunnen werken. En anders met pure alcohol. Ja, ik heb dus geen alcohol in huis, want te praten is echt over wodka, whisky, dat soort dingen. Ja, dat heb ik gewoon allemaal niet. Dus even kijken wat het nu doet. Ik heb hem nu even in de wasmachine zitten. De droger draait ook. Ondergoed heb ik wel eventjes opgehangen. Maar goed, dus alles is verder in ieder geval lekker klaar. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. En dan straks douchen en eten.
Vanavond weer, ik weet er alles van. En daarna ook weer lekker B&B vol liefde. Je hebt de familie Koppens die geëmigreerd is. Dat ga ik eventjes kijken. En verder wil ik de vlog gaan afmaken en moet ik foto's bewerken. Dus verder niet een hele interessante avond. Ik ga wel weer Virgin weer verkijken en ook weer Koppers. Dus ja, wat dat betreft wel een goede planning. Ik laat jullie in de volgende vlog even weten hoe het is afgelopen met mijn rokje. Ik baal er echt ontzettend van. Ik hoop echt dat het goed komt. Dus op hoop van zegen. En anders ga ik gewoon morgen even naar het speel kijken. Verder, niet veel eigenlijk. Ik ga wel weer lekker mijn boek lezen vanavond. Ik ben met een heel leuk boek bezig. Dus dat. Ik ga bij deze dan nu ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan erop het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daarna staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. We zitten ook al op een heel mooi aantal, op de 422. Daar ben ik weer heel erg dankbaar voor. Dus leuk dat alle nieuwe abonnees ook weer zijn gekomen. En natuurlijk de trouwen die gewoon blijven. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video gewoon weer te zien. Doeg!